Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en de Inazuma 11 Victory Road demo, die zo populair was op Nintendo Switch, is nu eindelijk naar andere platformen gekomen. Nou, we wisten al dat ergens in juli de Inazuma 11 Victory Road demo naar andere platformen zou moeten komen. En een paar dagen geleden kregen wij uit het niets een verrassing van het Inazuma 11 series account. Waarbij ze vertelden van, hey, vanaf morgen kan je de demo downloaden. En dit is heel erg goed nieuws. Ondanks dat ik het een klein beetje vervelend vind dat het niet eerder gebeurde. Want ik vraag me af wat de impact hiervan zou zijn geweest als deze demo gewoon tegelijkertijd met de Switch demo online stond. Maar beter laat dan nooit, zoals veel mensen zeggen. En een van die mensen ben ik. Dus de Inazuma 11 Victory Road demo is nu online op Steam, PlayStation 5 en op PlayStation 4. En het is... ja, fantastisch. Het is dezelfde demo. Maar nu met een paar leuke aanpassingen. Ten eerste, ik vind het een heel erg leuk detail dat iedere demo op ieder platform een ander titelscherm heeft. Steam en een PlayStation en Switch zien er allemaal anders uit. En het geeft het wat een meer uniek gevoel als je de game opstart op een bepaald platform. Nu natuurlijk met de PC-release hebben we ook mouse- en keyboard-controls. En ik heb daar nog niet mee gespeeld, dus ik heb geen idee hoeveel beter of slechter dat is. Ik speel momenteel gewoon nog steeds met de controller. Maar het is fijn dat we die optie hebben. Zeker omdat misschien later, als we de typische Inazuma 11 DS-gameplay kunnen gebruiken in deze demo, dan kan je dat gewoon spelen met de muis. En dat lijkt me veel comfortabeler dan met de controller. Natuurlijk, omdat deze demo nu op veel sterkere hardware zit dan Nintendo Switch, is de framerate flink geboost. Ik heb de game nog niet gespeeld op PS4, maar op PS5, PC en Steam Deck. Ja, Steam Deck is de framerate een heel stukje hoger en krijg ik een constante 60 fps. En op de PC-versie kan je natuurlijk de fps customizen op welke manier hoe je zelf wilt, dus dat is heel erg fijn. En ja, je hoorde me net goed. Ik heb de game kunnen spelen op mijn Steam Deck. Niet alleen downloaden, maar ook kunnen spelen. En tot nu toe heb ik er weinig problemen mee. Ondanks dat deze game gebruik maakt met Easy Anti-Cheat. En dat zorgt soms voor problemen met Proton en met Linux. Maar over het algemeen, de game werkt echt fantastisch op de Steam Deck. En daardoor kan ik mezelf echt nooit meer terugzien gaan naar de Switch-versie. Als ik deze game op handheld wil spelen, dan speel ik hem vanaf nu op de Steam Deck. Want deze game zien in zoveel hoge framerate, in zulke hoge resolutie, is zo'n dag en nacht verschil vergeleken met de Switch-versie. Het is ergens wel heel erg jammer dat de Switch-versie de slechtste versie is en degene is die ik waarschijnlijk niet ga spelen. Aangezien de Nintendo-platforms altijd de platforms waren waar deze games uitkwamen. We hebben een hele grote legacy van Inazuma 11 games op Nintendo-platformen. En de nieuwste, grootste Inazuma 11 games die we voor jarenlang gaan spelen, ga ik waarschijnlijk het minste spelen op de Nintendo-platformen. Nou, natuurlijk, een heleboel mensen hebben al heel wat uurtjes gestoken in de Switch-versie van deze game. En die vragen zich misschien af, kan ik mijn save data overbrengen naar al deze andere platformen? En ja, dat kan. Zoals je kan zien, kan je save data gewoon managen. Je kan het uploaden en downloaden van de server en het delen met alle platformen waar je deze game speelt. Het is wel jammer dat we de save data van deze game niet kunnen overbrengen naar de volledige game wanneer die helemaal uit is. Maar het is toch wel nice dat ondertussen, terwijl we spelen met de demo versie, we toch wel onze Switch data kunnen brengen naar andere platformen. Want anders zouden sommige mensen een heleboel uurtjes hebben gestoken in, laten we eerlijk zijn, de slechtste versie die ze dan niet zouden over kunnen brengen. Er is wel één dingetje wat best wel hilarisch is aan het overbrengen van de save data. Je hebt een Epic Games account nodig. Terwijl deze game niet beschikbaar is op Epic Games. Dit is waarschijnlijk omdat Easy Anti-Cheat een dingetje is van Epic Games. Maar het is toch wel bijzonder dat Level 5 ervoor heeft gekozen om deze game op alle platformen uit te brengen, behalve Xbox natuurlijk, RZ, waaronder PC, en dan gebruik te maken van Epic Games accounts om de save data te delen met al die platformen, maar dan vervolgens niet de game uit te brengen op de Epic Games Store. Het kost echt 2 minuten van je tijd om een Epic Games account aan te maken of in te loggen met een Epic Games account wat je misschien hebt en dat te linken met alle systemen. Dus als je heel veel save data hebt op je Nintendo Switch, dan zou ik dat zeker overbrengen naar andere platformen die je misschien hebt.
Want nogmaals, persoonlijk voor mij is PC waarschijnlijk de plek waar ik deze game vanaf nu het meeste ga spelen. Omdat de Steam Deck is gewoon een betere versie van handheld Inazuma 11 momenteel. En op PC op mijn desktop deze game spelen op hogere framerates is gewoon fantastisch. Ik kan niet meer terug naar de Switch versie. Ik wil nog een veel grotere video maken over alle verschillende versies van deze demo op alle verschillende platformen, want dat lijkt me gewoon leuk om te doen. En ik denk dat dat handig is voor mensen om te zien wat de verschillen zijn tussen deze game op alle platformen. Maar voor nu houden we het even bij mijn gedachten over de PC-versie. De afgelopen maanden hebben een heleboel mensen mij gevraagd of de game beschikbaar is op PS5 en Steam, dus het is heel erg fijn dat de demo niet langer vastzit op alleen maar Nintendo Switch, terwijl je de game trouwens ook daar niet eens meer kan downloaden, en dat veel meer mensen nu de optie hebben om deze game te downloaden en te spelen. Ik heb het een paar keer eerder gezegd, maar dit is een hele belangrijke tijd voor Inazuma 11. Dit is dé kans die Inazuma 11 heeft om de fanbase te laten groeien, meer mensen in contact te laten komen met deze game, wat de kansen vergroot dat de game daadwerkelijk succesvol gaat worden. Dus ja, heb jij een PS5, PS4 of een PC met Steam erop, dan heb je geen reden meer om deze game niet te downloaden. Ga naar de store, download de game, hij is compleet gratis en speel hem. Het is een fantastische tijd om mee te maken. Speel gewoon de game, alsjeblieft. Ik ben wanhopig dat meer mensen deze game spelen. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan like, abonneer ze ook al leuk zijn en laat me weten wat jullie hiervan denken. Ben je de game op Switch aan het spelen? Of is dit de allereerste keer dat je deze game speelt, nu dat je hem op iets anders kan downloaden dan alleen de Switch? Laat me het weten in de comments, ik wil het erg graag weten en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!